Op een dag regent het te hard om buiten te spelen. Moeder Pluis zegt: "Dit is een mooie dag om je kamer te verven, Nijntje. Hij is al zo lang niet geverfd." "Wat een goed idee," zegt Nijntje. "Mag ik helpen?" "Ja," zegt vader Pluis. "Dan gaan we nu eerst je kamer leeghalen." Nijntje zegt: "Maar er hangen zoveel tekeningen aan de muur. En mijn kast staat er. En mijn bed. Dan heb ik ook nog mijn plank. Kunnen we er niet omheen verven?" "Nee, dat kan echt niet," zegt Nijntjes moeder. "Eerst moeten we alles uit de kamer halen, zodat we de muur helemaal kunnen verven." "Goed," zegt Nijntje. "Ik help wel. Ik haal mijn tekeningen van de muur." "Maar mijn bed of mijn kast of mijn plank kan ik niet weghalen." "Je moeder en ik zullen alle zware dingen weghalen, Nijntje. Denk eens na, welke kleur zou jij je kamer willen verven?" "Ik heb verschillende kleuren verf in mijn werkplaats." Terwijl vader en moeder alles uit de kamer dragen, denkt Nijntje na over een kleur voor haar kamer. "Als ik hem blauw verf, dan lijkt het alsof het altijd nacht is," zegt ze. "Als ik hem rood verf, dan ziet het er heel warm uit. Als ik hem groen verf, dan is het net of ik in de tuin slaap. En als ik hem wit verf, dan is mijn kamer dezelfde kleur als ik. Misschien kan ik mezelf dan niet meer goed zien." Nijntje kijkt naar buiten en ziet een mooie gele tulp. De kleur van die tulp is geel. Zo mooi geel als de zon. "Ik wil mijn kamer graag geel verven," zegt Nijntje. Vader Pluis zegt: "Ik heb mooie gele verf. Ik zal de bovenkant van de muur verven, dan kan jij de onderkant doen, Nijntje. Ik zal je leren hoe je moet verven." Moeder zegt: "Eerst moet je een schort omdoen, Nijntje. Het zou zonde zijn als je verf op je mooie jurk krijgt." Nijntje doet een schort om en haar vader roert voorzichtig de helder gele verf. Hij pakt een grote kwast en geeft Nijntje een kleine kwast. En dan gaan ze aan het werk. "Nijntje," zegt vader Pluis, "je moet proberen om van boven naar beneden te verven, in rechte banen en steeds in dezelfde richting." Nijntje leert vlug. Al snel is de kamer mooi geel geverfd. En staan de spullen weer op hun oude plek. Nijntje is erg blij met haar vrolijke gele kamer. "Het is best fijn," zegt ze, "om je kamer een keer te verven. En ik vond het leuk om te helpen." Boris en Barbara denken na over Nijntjes verjaardag. "Wat zullen we voor haar maken?" zegt Barbara. "Nou," zegt Boris, "het wordt snel lente en ik weet dat Nijntje het fijn vindt om elk jaar de jonge vogeltjes te zien. Waarom maken we geen mooi vogelhuisje waar ze naar kan kijken?" "Ja, dat is een goed idee, Boris," zegt Barbara. "Dan verven we het in mooie kleuren. Ik maak het huis van Nijntje na. Maar dan in het klein. Precies groot genoeg voor de vogeltjes. Ik heb nog een tekening van Nijntjes huis die je kan gebruiken.
Boris zoekt een paar mooie houten planken uit. Een plank voor de muren, een sterk stuk hout voor de vloer en twee mooie planken voor het dak. Eerst maakt hij een tekening waarop je kan zien hoe groot alle stukken hout zijn en hoe ze in elkaar moeten worden gezet. Dan pakt Boris zijn liniaal. Hij meet alles op en zet een streepje op de plek waar de plank moet worden afgezaagd. Hij legt de plank op zijn werkbank en zet hem stevig vast. Dan pakt hij een scherpe zaag. Hij zaagt heen en weer over de streep die hij heeft getekend op de plank. Zo doet hij dat met elke plank totdat alle delen van het vogelhuisje de goede maat hebben. Hij gebruikt een hamer om alle stukken aan elkaar te timmeren. Nu is het een prachtig vogelhuisje. Ik gebruik mijn boor om een klein gat in het huisje te maken. Groot genoeg voor moeder vogel om naar binnen te kunnen. Dan kan zij takjes en gras verzamelen om een warm nestje te bouwen. Het is klaar om te verven, Barbara, zegt Boris. Barbara heeft 4 potten verf en kwasten voor elke kleur. Al snel lijkt het vogelhuisje precies op het huis van Nijntje. Met maar 1 klein verschil. Op de dag van Nijntjes verjaardag brengen Boris en Barbara het vogelhuisje naar het huis van Nijntje en zetten het op een paal in de tuin. Hartelijk gefeliciteerd, Nijntje, zeggen Boris en Barbara. We hebben een verrassing voor je. Kom maar kijken. Nijntje is erg blij met haar vogelhuisje. Het is net mijn eigen huis, zegt Nijntje. Maar in plaats van een deur zit er een klein rond gaatje aan de voorkant. Dat is een deur voor vogeltjes, zegt Boris. Het is geen konijnendeur. En ze moeten allemaal hard lachen. Wat fijn om zulke slimme vrienden te hebben, zegt Nijntje. Ik ben erg blij met jullie cadeau. En er is vast een moedervogel die ook heel blij is. Nu zijn we allemaal blij. Nijntje leest een sprookje over een goede fee die 3 wensen aan iemand geeft. Ze denkt na wat zij zou doen als zij eens 3 wensen cadeau kreeg. Mijn eerste wens zou zijn dat mijn vader en moeder altijd van me blijven houden. Maar ze weet wel dat haar vader en moeder altijd van haar blijven houden. Dus probeert ze een andere wens te bedenken. Nijntje gaat een eindje lopen. Ze kan vast beter nadenken als ze loopt. Daar is Snuffy en die is erg blij om Nijntje te zien. Ga je mee, Snuffy? Vraagt Nijntje. Een eindje verder komen ze Aagje tegen. Haar arm zit in het verband. Hallo Aagje, zegt Nijntje. Wat is er met je arm gebeurd? Ik ben gevallen met rolschaatsen, zegt Aagje. En toen heb ik mijn arm bezeerd. Ik wens dat je arm snel beter wordt, zegt Nijntje. Dank je wel, Nijntje, zegt Aagje. Dat is Nijntjes eerste wens. Als mijn wens uitkomt, dan is Aagjes arm morgen beter, denkt Nijntje. En vrolijk zwaait ze naar haar vriendin. Nijntje en Snuffy lopen nu naar het bos. Het begint te regenen.
En Nijntje heeft geen paraplu meegenomen. Oh nee, zegt Nijntje. Ik wens dat het nooit meer regent en dat de zon altijd schijnt. Ze is verbaasd als het stopt met regenen en de zon gaat schijnen. Ik heb mijn tweede wens niet goed gebruikt, zegt Nijntje. Als er alleen zon is en geen regen, dan kunnen de bomen niet groeien. Nu heeft ze nog maar één wens over. Mijn laatste wens moet iets heel speciaals zijn, zegt Nijntje tegen Snuffy. Nijntje denkt hard na. Ze kijkt rond en probeert een hele goede wens te verzinnen. Ze loopt door een veld vol met bloemen. Nijntje denkt aan haar moeder en ze wil wat bloemen plukken om mee te nemen. Mijn moeder houdt het meeste van gele bloemen, zegt ze tegen Snuffy. Ik zie een heleboel rode bloemen en een heleboel blauwe bloemen. Zal ik mijn laatste wens gebruiken om gele bloemen te wensen? Maar iets verderop ziet ze een heel veld vol met mooie gele bloemen. Nu kan ik mijn laatste wens nog voor iets anders bewaren, zegt Nijntje. Ik wens een ijsje. Nijntje plukt een mooie bos bloemen voor haar moeder. Het is fijn om 3 wensen te hebben, zegt Nijntje als ze naar huis loopt. Moeder Pluis is heel blij met een mooie bos gele bloemen. O, Nijntje, zegt ze, wat een mooie bloemen. En de kleur vind ik ook zo mooi. Ik heb mijn laatste wens voor een lekker ijsje bewaard, zegt Nijntje. Weet je wat ik wens? Ik wens dat mijn kleine Nijntje altijd zo lief blijft als ze nu is. En ze geeft Nijntje een dikke knuffel. Dan gaat moeder naar de keuken. Ze haalt voor Snuffy een kom met lekker vers water en voor Nijntje een ijsje. Het schooljaar is afgelopen en de grote vakantie begint. Nijntje en haar vader en moeder gaan op vakantie. Nijntje kijkt op de kaart om te zien waar ze naartoe gaan. Vorig jaar gingen ze op vakantie naar de zee. Dit jaar gaan ze naar de bergen. Moeder Pluis zegt, we moeten ook warme kleren inpakken. Waarom? Vraagt Nijntje. Het is toch zomer? Dat zul je wel merken, Nijntje. Het is een verrassing. Vader Pluis maakt de auto klaar voor de lange reis door de bergen. En daar gaan ze. Over mooie heuvels. Door het bos. En omhoog de bergen in. Nijntje merkt dat het steeds kouder wordt hoe hoger ze in de bergen komen. Ze stoppen op een mooie plek en ze trekken hun warme kleren aan. En als ze nog hoger komen, ziet Nijntje zelfs sneeuw liggen. Dat is raar, zegt Nijntje. Sneeuw in de zomer? Ja, Nijntje, zegt moeder Pluis. Hoe hoger je in de bergen komt, hoe kouder het wordt. En op sommige hele hoge bergen blijft de sneeuw liggen. Als ze op de top van de berg aankomen, ligt er overal sneeuw. Zullen we in de sneeuw gaan spelen, net zoals in de winter? Vraagt Nijntje. Ja, wat een goed idee, Nijntje, zegt vader Pluis. Nijntje en haar vader en moeder maken een sneeuwpop. En ze gooien sneeuwballen.
Ze hebben veel plezier. Dan is het tijd om verder te gaan. En hoe lager ze komen, hoe warmer het weer wordt. Eindelijk komen ze bij een prachtig meer. Hier gaan we kamperen, zegt moeder Pluis. Kijk eens, Nijntje, wat daar in het water ligt. Nog een verrassing, roept Nijntje. Eerst de sneeuw en nu een boot. Ik vind het nu al een leuke vakantie. Moeder Pluis maakt de kampeerplek in orde. En Nijntje en vader gaan naar de boot. Ze klimmen in de boot en ze roeien een rondje op het meer. Als ze terugkomen, ziet Nijntje dat moeder Pluis een kampvuur heeft gemaakt en lekkere soep. Oh, dit wordt echt een fantastische vakantie, gilt Nijntje. Elke ochtend kijkt Nijntje naar buiten om te zien of de postbode er al aankomt. Ze hoopt dat ze ook een keer een brief of kaart krijgt. Moeder Pluis zegt, ga maar kijken of de post er al is, Nijntje. Nijntje loopt naar de voordeur. Ja hoor, er ligt post. Ze raapt de post op en legt alles op de keukentafel. Hier is de krant, zegt moeder Pluis. En ik heb een brief van tante Trein gekregen. En kijk, Nijntje, er zit ook een mooie kaart bij. Van Nina, voor jou. Oh, wat spannend, zegt Nijntje. Nina is op vakantie met haar ouders. Op de kaart zit een mooie postzegel. Kijk, moeder, Nina heeft op de kaart getekend. Ze heeft een zon getekend, zegt Nijntje. Dat betekent dat het daar mooi weer is. Naast de zon heeft ze golven getekend. Dat betekent dat ze bij de zee zijn. Kijk, er staat ook een gekleurde vis op. Ja, zegt Nijntjes moeder. Nina is een slim konijntje. Ze heeft ook een lach in de zon getekend. Dat betekent dat ze het naar hun zin hebben. En kijk, ze heeft zichzelf getekend, zodat je weet dat de kaart echt van Nina komt. Ik wil graag een kaart terugsturen aan Nina, met een tekening van mezelf erop, zegt Nijntje. Hier heb je een kaart, zegt Nijntjes moeder. Je kunt nog meer tekeningen erop maken. Waarom maak je geen mooie tekening van ons huis? Nijntje gaat naar buiten met de kaart en een potlood. En ze kijkt goed naar het huis. Ja, denkt ze. Ik ga ons huis precies natekenen. Dan wil Nijntje ook nog een bloem tekenen. Dus loopt ze de tuin in. Daar staat een mooie bloem. Ze kijkt goed naar de bloem en dan tekent ze hem na op de kaart. Juist op dat moment gaat er een vlinder op de bloem zitten. Snel tekent Nijntje ook een vlinder. Dan gaat ze naar binnen om haar tekeningen af te maken. Ze maakt nog een mooie tekening van Nina en haar samen. Zo zie je dat Nina en ik vriendinnen zijn. Dan gaat ze de tekeningen inkleuren.
Het huis krijgt een rood dak, rode luiken en een groen raam. De bloem wordt rood, met groene blaadjes, en de vlinder wordt geel. De tekening van zichzelf laat ze wit. En de tekening van Nina maakt ze bruin. Dat ziet er mooi uit. Dan plakt Nijntje een postzegel op haar kaart. En ze loopt naar de brievenbus. Ze stopt voorzichtig haar kaart in de bus. Als Nijntje terug naar huis loopt, denkt ze: de post is echt een goed idee. Zo weten je vriendjes dat je aan ze denkt, ook al zijn ze ver weg. En Nina is erg blij met haar kaart. Nijntje, Nijntje, kom erbij. Met jouw vriendjes reuze blij. Snuffy, Knorretje en Borisbeer. Kijk, ook Betje is er weer.